Welkom bij Ta-ta-ta-taal, het programma waarin de Nederlandse taal de baas is. De taal speelt de hoofdrol, de taal trekt de aandacht, de taal gaat er met de prijzen vandoor. Niet de presentator, niet de spelers, de Nederlandse taal, want het geeft zoveel mogelijkheden met de Nederlands. Alleen deze mogelijkheid nou net niet, en dat hebben jullie allemaal gehoord. Want iedereen die is opgegroeid in een Nederlandse baarmoeder en natuurlijk niet meteen snel daarna weggegeven aan een passerende Spanjaard of Koreaan. Dan hoor je als kind zoveel Nederlands dat je die taal moeiteloos leert beheersen zonder naar school te gaan. En je herkent de afwijkings zonder de moeite. Wij spelen Ta-ta-ta-taal bij monden van drie taalvirtuozen. Ik ga ze voorstellen met een glimp van een zweem van een flart uit hun eigen werk. En hier komt een stukje conferentie van man 1. De nummer 1 vorm van miscommunicatie van een vrouw naar een man is een paar dagen voor Valentijnsdag. Dan zegt de vrouw namelijk, ik hoef niks hoor. Nee, ik hoef niks joh. Valentijnsdag is veel te commercieel. Nee, Valentijn is een beetje voor kinderen. Joh, we zijn al zo lang bij elkaar. We zijn toch het hele jaar door al lief voor elkaar. Waarom dan speciaal alleen deze ene dag? Belachelijk. Nee hoor, nee, ik hoef niks. Wij mannen communiceren snel en duidelijk en simpel. Wij horen, je hoeft niks. Nou, je krijgt niks. Logische bestaat niet, simpele bestaat niet. Je hoeft niks, je krijgt niks. Case closed, wij kunnen verder gaan met de belangrijke dingen in het leven. En aan het eind van de Valentijnsdag ligt er in jouw bed toch een potje zuur. Dit kwam uit het dagboek van Roué Verveer. Hoi. Hoi man. Hoi. Stukje Roué. Ja. Wel raar om te zien misschien. Dat iemand met je conferentie eraan de haal gaat. Ja, dat, maar je deed het heel goed. Ik wens je heel veel plezier. Tot zo. Dankjewel. Zeilen zonder wind. Soms is het zeilen zonder wind. Een te kort vlechtje met zo'n lint. Een optiejup aan de absint. Die ene keer dat Telstar wint. Het is wat speelgoed zonder kind. Een oude homo met zijn vriend. Het is de machteloze sprint, de trein die je vertrokken vindt. Er zijn wel duizend droeve dingen waar je toch even blij van wordt. Ik wil ze allemaal bezingen. Er is zo'n rijkdom aan tekort. Marcel Verrek. Marcel, kom in. Als een hinde kwam ik. Als een hinde, ja. Nou, dit stuk is alvast gelukt. Ja, precies. Dat valt me. Marcel, succes. Dank je wel. Oh ja. Het was stil op het land, nog geen briesje, geen zucht. Behalve de zon hing er niets in de lucht. Het gras was net wakker, bedekt nog met dauw. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. We voerden de kippen, we groetten de geit. We aaiden de poezen, net als altijd. De hond aan de ketting, de geit aan een touw. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. Niemand die wist dat het wegwaaien zou. Zo begon het lied Wegwaaien van mijn derde gast van vandaag, Milou Frenken. Milou. Hoi. Hoi. Ben je nog solo in het theater? In het theater wel, ja. Het hele grote publiek, echt de massa, kent jou toch van de barvrouw bij Joost Prinsen. Met de biertjes. Het mes op tafel, ja. De biertjes. Ja. Succes met die mannen. Dank je. Zet hem op. Wij zijn bijna compleet hier met de ploeg op het podium. Er rest ons nog een laatste pion op het bord te zetten. Dat is namelijk ons enige jurylid. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om een jury te hebben. Ta-ta-ta-taal is geen quiz, het is taalspel, het is improvisatie. Maar van hoger hand werd ons te verstaan gegeven dat de publieke omroep wordt afgerekend op resultaat. Dus ook de taalvirtuozen worden beoordeeld en wel van A tot Z door onze gedelegeerd taalcommissaris, professor Dr. Anders Krijbeks. Taalcommissaris Krijbeks met A-E-Y-C-K-X. Ze staan op dit moment alle drie nog op A, triple E. Wie straks aan het eind het dichtste bij de Z is gekomen, die gaat naar huis met de ta-ta-ta-taal bobbebokaal. En die is bewust vrij klein gehouden. Wij gaan beginnen. We gaan het met jullie even een klein beetje hebben over de naamkunde.
is weer een heel apart gebied. Nee, dat is taal. Namen van mensen, namen van plaatsen, namen van zaken. Daar gaan de eerste drie vragen over. Jullie zitten niet al te erg met je naam in de maag. Marcel, jij hebt natuurlijk... Wow, ik heb er ook wel veel plezier van gehad. Ja, waar komt die vandaan überhaupt, die naam? Nou, die C is de C in, hè? Dus ja. Wij vermoeden toch België of Duitsland zo. Dat zijn de schulden. Er zijn veel Limburgers ook die zo heten. En Frenken? Ja, is ook met CK. Ja, jullie zijn er ook een beetje op geselecteerd, hoor. Ja? Ja, Jeroen Wee valt er een beetje tussenuit. Buiten, uit, maar... Als je zegt ook, noem het verschil, dan zeg je toch, ja, er zit geen C in jouw naam. Nou, veel mensen vergissen zich. Het is Vervirk. Vervirk? Oh, ja, ja. Nee, zie je dat het is een artiestennaam. Dat is een artiestennaam. Ja. Ja, omdat er al zoveel mensen waren met CK. Ja, met CK, ja. Ja, er is een kleine dialoog hier tussen de mannen van Draadstaal. En daar komt een woord in, een zaaknaam die gebaseerd is op een persoonsnaam. Ziet het er niet uit, dit? Hier zat een jongerencentrum. Jongerencentrum zat hier. Zat hier? Ja. Maar dat moest wijken. Ja. Want dit kwam nu. Zat hier jongeren lopen overal rond. Nu. Dus ja, dan moet je niet raar op je neus kijken. Als ze inderdaad een Molotov cocktail naar binnen dondert. Ja, onze zoon Rocky die heeft een hele nacht vastgezeten vanwege de Molotov situatie. Bloed eigen kind. Op droog water en brood. Ja, dus toen... Dat knapte Fred, er iets, hoor. Ja, Fred knapte. Waar komt die naam Molotov cocktail vandaan? Vertel, Marcel. Nou, dat is een minister van Buitenlandse Zaken van Rusland geweest. Ja. Waar die naar genoemd is. En nou, dat is een Rus, dus die heette ook Molotov, want dat is een Russische naam. We gaan even naar hem kijken. Dit is Molotov. Vatjeslav Mikhailovich Molotov. Dat wist ik dan weer niet. Vond ik wel jammer dat je dan die voornamen weer niet weet. Vatjeslav. Ja. Verder Vatjeslav. Ja. Vatjeslav. Ja, dat is een... Het klinkt een beetje als een cocktail Russische wel. Naam. Ja. Hij was minister van Buitenlandse Zaken van Stalin. En de Finnen... Die werden aangevallen door de Russen, 39. De Russen hadden een grote overmacht aan tanks. En die bedachten, als we nou een fles nemen met benzine en een lap erin... die gooien we in die tanks. En dan kunnen wij daar nog 40 jaar lang films over maken waarin dat ook gebeurt. Maar de Finnen hebben dit Molotov-cocktail genoemd. We doen er nog een over een naam. Tweede filmpje. En we gaan even naar een ander buitenland, Friesland. Het is natuurlijk zo. Eerst vond ik het niet zo erg. Want toen was hij nog kind. Maar toen later, toen... is die aardappel heeft heel veel opgaan gemaakt. En toen kwam er een heleboel drukte werd ervan gemaakt en alles werd uitgezocht. Later heeft die aardappel opgang gemaakt. Er werd een hoop drukte over gemaakt. En toen werd het allemaal uitgezocht. Wie zou dit kunnen zijn? Ja, je zou zeggen de vrouw van Roel Pieper, maar dat... Dan zet je een eindje in de richting. Bint, mevrouw Bint. Juist. Echt? Dit is Bintje Jansma. Ah. Jawel. Bintje Jansma uit Suameer, een Fries plaatsje. En in 1905 was er een hoofdonderwijzer, meneer Cornelis de Vries. En die kweekte aardappelrassen. Hij heeft er een stuk of 150 gekweekt. En die heeft hij allemaal namen gegeven van zijn harem, zeg maar. Hij heeft ook de Seitje en de Siepe en wat hij al niet had bedacht. Maar de enige die eigenlijk is blijven hangen, dat is de Bintje. En die vrouw had er hier nog steeds last van. Het idee dat de hele dag mensen jou zitten te schillen, het is toch iets merkwaardigs, ja. Ja. Ons Bintje is dus genoemd naar deze dame. Ah. Nu ja, we hebben er nog één en dat is namelijk Mae West. Een stukje Mae West. Ze is zojuist in Southampton aangekomen en voordat ze voet aan wal kan zetten, moet ze eerst poseren voor de fotografen en filmoperateurs. Weet u al wie ze is? Nee? Dan zal ik het u nu maar gauw zeggen, want de film is bijna op. Haar naam is Mae West. Ja, wij vinden ook dat ze slanker geworden is. Ja, wij vinden ook dat ze slanker geworden is. Toch een klein viespeukje, die Philip Bloemendaal. Bron van inspiratie, het Polygoonjournaal. En er is ook iets wat heet de Mae West. Maar wat kan er naar haar genoemd zijn? Een schip. Het schip. Kan het die hoed zijn? Of een hoed? De hoed vind ik ook. De Mae West heb ik vaker gehoord. Goeie gooi. Ik denk meer aan een paar drijvende bokken of zoiets. Nu kom je heel dicht in de buurt. Ja. Ballonnen? Ja, nee, het had daar wel. Het had een seksistische. Ja, dat dacht ik wel, ja. Het rijmt ook op Mae West, namelijk een zwemvest. Oh. Zwemvest. Ja. De RAF, de Royal Air Force, die hadden op een gegeven moment een nieuw zwemvest. En die werden toen door een van de geimponen de Mae West genoemd. Omdat, zoals ze zelf zei, it bulges in the right places. Het bolt op de juiste momenten. En zodoende werden zij dus getooid met een Mae West. En daarom hebben we de oorlog gewonnen. Tot zover de namen. Oud en nieuw. Jullie krijgen een woord. Dat woord kennen jullie niet. De vraag aan jullie is, en als je denkt te weten, geef me een tikje. En dan ben je aan de beurt. Is dat woord onbekend omdat het heel oud is? Of omdat het heel nieuw is?
En vervolgens voeg je daar meteen aan toe een mogelijke betekenis. Probeer maar eens te kijken wat dat zou kunnen betekenen. Het eerste woord is het volgende. Fletcheren. Is dat oud of heel nieuw? Roué. Het is redelijk nieuw. Het is uit het einde 19e eeuw, dus dat is niet het geval. Ja, precies. Het is oud, maar wat zou je denken dat het zou kunnen betekenen? Oh, oud is natuurlijk relatief. Kijk, ik denk dat het te maken heeft met Jessica Fletcher. He, die was strak en die was heel streng. Ja. En als iemand dan heel streng is nu en zegt, ga nu, loop mij niet te fletcheren. Ja. Dat is eigenlijk wel in één opzicht dicht in de buurt. En als het woord niet bestond, dan is hij nu bij deze heel nieuw. Heb jij het alsnog nieuw uitgevonden? Ja. Dat zou een verbastering kunnen zijn van flatshare. Dus van dat je met elkaar in één huis woont. Flatsharing. Flatshare. Flatsdelen. Ja. Dat het zou ook kunnen betekenen... Nee, ik denk dat Milou? Het een stretcher is zonder pootjes. Dus die plat. Een flatshare. Flat. Ja. Ja. Als je het dan uitspreekt zonder tanden, als je erop hebt gelegen. Ik voor het betere logeren. Kom, we gaan flatsheren. Nee, het is namelijk een woord wat een tijd lang in is geweest voor de oorlog. Het gaat namelijk om een zekere meneer Fletcher, die rond de vorige eeuwwisseling een voedingsgoeroe was. Horace Fletcher. Dat was een soort Oprah van het einde van de 19e eeuw, die een dieet had bedacht. En dat dieet bestond uit alles, al je voedsel, zo lang mogelijk kauwen. Hij had berekend dat je iedere hap 32 keer moest malen. En dan leefde je jaren langer. Maar ze hadden toen nog niet zoveel voedsel, dus dat was wel goed. Dat was veel, ze moesten wel. Het tweede woord is magnieter. Ja. Is dat oud of nieuw, Marcel? Dat is nieuw. Dat klopt, het is ook nieuw. Ja, dat heeft te maken met iemand die iets niet mag. En wat dat dan is... Wordt op crash veel gebruikt, denk ik. Kleuters, peuters, de magnieter. Ja. Dat is iemand die dus heel veel dingen doet die eigenlijk niet mogen. Ja. Je zit daar heel dichtbij, maar het is net één stap verder... Het is niet degene gaat die over Tweede Kamerleden. Nee. Zeker. Het, ja, is niet, of, het is niet degene die of, zelf niks mag. Wacht even, mag ik nog iets? Ja, of iemand die... Nee, mag niet, mag niet. Oh. Jawel, mag wel. Of iemand die magneet en niet tegelijk. Dus iemand die heel goed dingen bij elkaar kan brengen. Zo had ik er nog helemaal nooit tegen. Nee, dat is echt een geweldige kronkel. Met een magneet nieten. De magnieten, ja. Het is de persoon die steeds zegt magniet. Dat klopt. Ja, dat is dat klopt. Het is een nieuw woord en het is bedacht door Theodor Holman. Columnist in het Parool, al zolang ik mij kan Holman heugen. Holman is trouwens een oud woord. Holman is een heel oud woord. Ja. Hij bedenkt nieuwe woorden, dat is ook de taak. Dat is een heel oud woord. Dat is uit de prehistorie. Ja, prachtwet. Ja. Is dat oud of nieuw? Ja. Ik hoor een bel van Marcel. Ja, ik bel, maar we hebben er allemaal onze gedachten over. Ja, vertel. Nou, je zou zeggen, dat heeft te maken met een krachtwet. Een vogelaarwet. Ja. Ik denk dat het een nieuw woord is. En dat het te maken heeft met toch een disqualificerende manier van een wet. Ik denk dat het ironisch is. Roué? Ik denk dat het een heel oud woord is. Want de laatste keer dat er een prachtwet is gekomen... Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ja. Daar heb jij gelijk in. Het is namelijk een heel oud woord. Ja. Het klinkt nieuw, oud. Maar het is oud. Tegen het is een wet tegen uiterlijk vertoon. Hè? Het komt uit de 17e eeuw. En er is op een gegeven moment zijn er wetten uitgevaardigd die het rijke mensen verboden om met al te veel juwelen en bontjassen over straat te gaan. Want dat zou sociale onrust kunnen veroorzaken. Dus het zou heel goed kunnen dat dat weer eens moet worden ingevoerd. Dus de praal maar wordt tegen de pracht en de praal. Ja. Als je met juwelen de straat op gaat, dan wordt er toch meestal wat aan gedaan? Ja, door de dan andere burgers. Word je daar wel afgeholpen. Ja. Maar daar wilde men vanaf. Ja. We hebben een laatste woord, let op. Misschien dat dat nog overeind blijft. Want jullie zijn strenger dan onze eigen jury. Non de jury. Keeuwen! Ja, dat vertel. Doen meeuwen toch? Als ze geluid maken. Keeuw! Ja. Keeuw. Ja, nee, dat is een hoe doen ze dat dan? Volgens mij. Keeuw! Ja, het rijmt ook op schreeuw, op meeuw. Ja. Het zou heel dichtbij kunnen. Maar volgens Marcel is het oud. Het oud woord. Ja? Ja, dit is een oud woord uit de rijke scheepsmanstraditie die ons land kent. En wat het precies betekent, daar lopen de meningen over uiteen. Dat is lekker. Dat is zeker mijn mening. Maar het heeft iets te maken met het breeuwen. Dat is dus een scheepswand lospulken. Ja. En het heeft ook iets te maken met meeuwen. En er waren op een gegeven moment zoveel handelingen die daarmee te maken hadden... dat ze eigenlijk alleen nog een woord zochten daarbij. En dat is keeuwen geworden.
Roué. Roué weet wat het betekent. Weet jij het echt? Ik laat jullie natuurlijk allemaal praten, maar het is een heel oud woord. Maar echt heel oud. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Toen de leeuwen nog geen naam hadden. Ja, dat is... En dit is het woord dat ze hadden daarvoor. Dus de K. Ze waren bij de K. En daarna geeuwen. Kwamen ze en toen zei iemand, nee, dat is niet zo leuk. En toen zeiden ze L, leeuwen. Dat klinkt beter. Ja, dat klinkt beter. En toen waren ze bij de M, meeuwen. Zeiden ze, maar dat doen we voor een dat vliegt. Ja. Ja. En helemaal aan het einde had je de zeeuwen. Ja, tuurlijk. Oké, dat is heel goed. Ja. Maar het is inderdaad een oud woord. En het is ook een woord voor iets waar wij eigenlijk geen woord meer voor hebben. Het naar adem happen op het drogen van een vis. Keeuwen. Het is verwant aan kieuwen en aan kieuw. Wel dieren, zie je? Maar toch dieren, je zaten buitengewoon dichtbij. We kijken eventjes naar deze ronde naar onze gedelegeerd taalcommissaris, de heer Krijbeks. Marcel, die een derde positie verkeert, die is tot de G gekomen. Als ik het alfabet goed interpreteer. Milou is naar de H gekomen. En vooralsnog even in de tussenronde aan kop, op grond waarvan, we zullen het wel nooit weten, Roué Verveer. Ja. Ik beweeg mij even naar de arena. We gaan dialoogduels houden. Ik vraag allereerst Roué en Marcel om even de cirkel in te komen. Bekijk jij het even rustig, Milou. Ja, Marcel, ja. Jij komt van deze kant. Jij bent bankovervaller. Ja, de blanke altijd weer. Een oude. Naar oud gebruik. Ja, naar oud gebruik. Ja. Zo ons best gedaan om dat even... Roué is daar in Zuidoost een van die talrijke Surinaamse bankbeambten. Ik heb een baan. Jij heb hebt een baan. Ik zeg nog tegen me. Roué, jij zit te werken, jij zit te schrijven. Marcel komt binnen, die gaat jou proberen wat afhandig te maken. Jullie converseren met elkaar. Die clausen mogen lang duren. Het hoeft niet één zinnetje te zijn, het mag ook een heel stuk zijn. Als het laatste wat je zegt telkens maar rijmt op eet. 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 Oké? Dat je niet... Dat je het weet. Niet vergeten dat je het weet. Precies. De overval kan gaan. Hallo meneer, ik ben de bankovervaller. Ik ben erop gekleed. Verrek. Met CK. Het leek wel een overval uit de United States. Niemand hoeft het te horen. Want dat wordt anders een ervaring die niemand... traumatisch gezien, vergeet. Ik kan het wel hebben, hoor. Ik heb al een kutdag. Dit maakt mijn dag eigenlijk toch wel compleet. Yes. Oké. Okay. Let's get to business. Geef mij het geld en anders schiet ik in je reet. Alsjeblieft, meneer. Neem alsjeblieft het geld, maar doe mij niks. Ik heb vanavond nog een internetdate. Ik zou maar even gaan bellen, want het kan langer duren. Want het is wel vaak zo dat een overval wat langer meet. Hè? Heet? Heeft u het ook zo heet? Ja, heeft u het ook wel eens dat u die rijmwoorden vergeet? Het wordt nu heel heet. Jullie hebben het rijmwoordenboek bijna helemaal van A tot Z doorgewerkt. Grote dank. De overval is ten einde. Zeer goed. Hoe ben jij? Mag ik even aan de reservebank? Milou komt erbij voor de volgende uitdaging. Oh. We vergeten die eet. Milou, jij hebt zojuist een baby gekregen. Dat is een weekje geleden. Je hebt haar of hem op je arm. De deur is opengedaan door de kraamhulp. En dat kan je net niet gebruiken. Maar Marcel Verrek komt op kraamvisite. Marcel, jullie converseren in platitudes, clichés, staande uitdrukkingen. Alles wat het Nederlands soms ook zo vervelend kan maken. Ga je gang. Hallo Milou. Hoi. Ben je uitgescheurd? Nou, leuk dat je het vraagt. Ik dacht ik vraag het maar. Het viel mee. Ach, weet je, toen ik daar lag, dacht ik... dit doe ik nooit meer, maar ik ben het eigenlijk nu alweer vergeten. Ik heb zin in de volgende keer. Nu, als je dit zo ziet. Toch mooi, hè? Ja, het is prachtig. Lief, en voor je het weet, zijn ze groot... Ja, voor het weet zijn ze 18. Of dood. Ja. Maar het is echt een lief kind, hoor. Het is een wonder, hè? Ja, het is een wonder. Het is geweldig. Het is een wonder. Je denkt, het kan nooit door zo'n klein gaatje. Maar dat kan wel, hè? Het kan wel, hè? Het lijkt me dat hier het moment gekomen is om... voor de details over de bevalling krijgen. Marcel, bedankt. Grootse kraambezoek. Ja.
We hebben nog steeds geen Nobelprijs voor literatuur. Nu is Harry Mulisch niet meer, dus die kans wordt nog weer kleiner misschien. Terwijl we ons helemaal niet hoeven te schamen, met name voor onze poëzie. Toch denk je wel eens, als je een groot klassiek gedicht leest, nou, hier en daar had het misschien iets beter gekund. Dit onderdeel heet dan ook Beter dan Gorter. En toevallig nou net deze week hebben we ook Gorter zelf. We nemen een stuk uit De Mei, namelijk het begin. Dat begin is heel beroemd, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de Watergracht. We hebben aan jullie gevraagd om daar thuis even aan te werken om dat begin een iets eigentijdsere wending te geven. En dat gedicht een zwiep te geven. En de eerste aan wie ik dat nu even vraag is Milou. Ja, ja, goed. Gorter. Mei. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als een enorme explosie van zongerijpt fruit. Uit elkaar spattend, druipend over kale akkers en weiden. Fris, regenend, klaterend over mistige heiden. Ik wil dat dit lied klinkt als joelende, kirrende meiden op een eindeloze zomerdag. Een nieuwe lente, warm als augustus en pril als april. Dat is wat ik wil. Ja, dat is wat ik wil. Een nieuwe lente, een lange, lange lente die van geen stoppen weet. Een krachtige lente met bladeren die trots trillen van groene jeugd. Eén die van geel nog bruin wil weten. Een lente om maanden en maanden aardbeien te eten. Een lente om nooit meer over op te houden. Een raaskallende, lallende, bedwelmende lente. Een krakende, knallende, duizelingwekkende lente. Van het meest stralende, schelle, helle licht. En ik ga door tot ik de mei, de lente, helemaal tot Gorter heb gedicht. Milou. Dat staat allemaal op het ene blaadje. Ja. De suggestie was, maak Gorter iets korter. Zij heeft hem naar die 5000 regels weten te manoeuvreren. Er is nog iemand die Gorter te lijf is gegaan. Roubaix, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Hoe ben jij verder gegaan? Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als een terras in Oud-Zuid. Bakfietsen en scooters aan de kant. Krokodil op de borst, amuse in de hand. Op veilige afstand van het volk in Zuidoost past Consuela fulltime op het Witte Kroost. Zodat Diederik, Maarten en Eugenie, ze doen hun stinkende best, ongedwongen kunnen genieten van Prosecco, munthee en de rest. Elke olijf en caipirinha wordt gefacebookt en getweet, want de lente bestaat pas als een ander het ziet. Oh. Ja. Heb jij je ook gestort op de mei? Ik heb me ook op de mei gestort en ik heb hem inderdaad wat korter gemaakt. Maar ik heb wel helaas een nationaal trauma moeten behandelen. Oh. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit geluid klinkt als het gefluit dat ik zo graag had gehoord op die zomerdag. Toen Iniesta een mogelijkheid tot scoren zag. En ons deed belanden in de voetbalnood. Weer restte die eeuwige zilvervloot. Maar stond dan die Spanjaard soms niet buiten spel? Eén fluitje. Het verschil tussen hemel en hel. Marcel Verheul. Voor het onderdeel Wikipederlands ben ik wat dichter bij jullie gekomen, want dit is buitengewoon lastig. Als de rest dat al niet was. We hebben een hoofdstukje genomen uit de Wikipedia, maar een hele exotische. Uit de Hebreeuwse of uit de Koreaanse of uit de Japanse. Die hebben we door de vertaalmachine gehaald. En wat er dan uitkomt, dat krijg je nu te horen. Deze komt uit het Japans. Bijgenaamd Bubba. Bubba in de zuidelijke Engels, broer. 185 centimeter hoog. Big Ben. Big Ben. Ik heb weet geen niet idee of het 185 meter hoog is, maar het klonk wel hoog. Ja, 185 centimeter. Centimeter. Ja, maar ja, van die toeristische dingen. Dat is Little Ben. Ja, ja, precies. De kleine Big Ben. Souvenir. Lil Ben. Helaas mag jij niet meer op je bel drukken. Let op, derde hint. Daarnaast, X, waar het over gaat, X heeft veel van vrouwen. En van voor de inauguratie, het was politieke tegenstanders munitie in het midden van een presidentsverkiezingen.
Bill Clinton. Bill Clinton, ja, zeer goed. Ja, ja, dat is knap. Of zoals zijn bijnaam luidde, van Bill Clinton. Van Bill Clinton. Dat was Bill. Nu wordt het wat serieuzer, let op. Je krijgt er weer 5 van die hints. Deze komt uit het Hebreeuws. En ja, waar gaat het over? Hint 1. De eerste productielijn van de dood werd ingehuldigd op 1977... en zijn producten werden vrijgegeven. Dat zegt nog niks. 2. Het officiële wereldrecord op basis van een gemiddelde van 3 blokken van 5... is 7,87 seconden. Dat ook bepaald wordt door Felix. De Rubik Kubus. Ja! Zeker! De Rubik Kubus. Hoe werkt dat? Ja, nou ja, die... Ja, zeker. Nou en of. En ik heb hem ook veel gedraaid. Het ging 3 blokken van 5. Ik heb er nog één. De Turkstalige Wikipedia. Ach. Die is door de vertaalmachine gegaan. En daar krijgen wij de volgende omschrijving van. Hint 1. Dit is het begin van geschenken, bloemen en chocoladeinkomen. Dit is het begin van geschenken, bloemen en chocoladeinkomen. De tweede is als volgt. Van links naar rechts met een romantisch diner of een romantisch diner thuis voorbereid. De meest voorkomende kutlama lardander. Dat woord zegt het. Het huwelijksaanzoek. Nee. Het zit wel in die regionen, maar het is het niet. Maar het woord kutlama lardander is een Turks woord. Valentijnsdag? Ja, Valentijnsdag. Ja. Kutlama lardander. Heel goed, hoor. Ik blijf vanuit de arena kijken naar de stand, want onze gedelegeerd taalcommissaris is weer 2 ronden verder gekomen. Op N staat Roué en allebei op P Marcel en Milou. Ja. We zijn de uitzending begonnen met discussies over namen, alles wat daarmee te maken heeft. We hebben ook gevraagd, zouden jullie daarmee willen eindigen, maar dan met een eigen werkstuk? Het kan een gedicht zijn, een lied, een vers, een conferentie, een spreuk. Het kan heel kort zijn, kan heel lang zijn. Ik weet werkelijk niet waar jullie mee gekomen zijn. Maar ik vraag gewoon aan Roué, neem de arena en sluit jouw optreden hier af. What's in a name? Mensen vragen me al mijn hele leven hoe het komt dat ik altijd zo vrolijk ben en zo positief. Hè, waarom ik zo van het leven geniet. Want ik ben een levensgenieter, een echte groot. Er is geen probleem groot genoeg om mij klein te krijgen. Ik blijf lachen. Er is een heleboel in de wereld om boos te maken, maar daar trek ik me niks van aan. Ik blijf genieten van de aangename dingen, liefde en genegenheid. En nu heb ik ontdekt hoe dat komt. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen door iemand die, en dat is geen grap, gepromoveerd is erop. En die zegt, de letters in onze naam hebben een grotere invloed op ons gedrag dan wij allemaal denken. Mensen verhuizen vaker naar een stad, kiezen voor een partner, een beroep en een maat en een straat waarvan de namen overeenkomsten vertonen met hun eigen naam. En dat zet hem aan het denken. Want ik heet dus Roué, dat klinkt Frans. Het is ook een beetje Frans. En ik heb het Frans woordenboek erop op nageslagen. Maar er zit niks Frans in mij. Tenminste, of mijn ouders hebben gelogen. Maar er zit niks Frans in mij. Dus heb ik het Engels woordenboek erbij gehaald. En die weten precies wat mijn naam betekent. Woordenboek? Het staat hier, maar ik zal het jullie niet laten zien. Maar het is dat jullie weten, dit is een woordenboek. Daarin staat... Roué, a man who believes that pleasure is the most important thing in life. I rest my case. Roué Verveer, that's me. De afsluiting van Marcel Verrek zal thans plaatsvinden in de arena. Ja... Als je Verrek van je achternaam heet, met CK, zoals jullie weten... dan gebeurt het je eigenlijk nooit dat je op een of andere manier raar wordt aangekeken. Dat is nou echt typisch zo'n alledaagse naam waar je nooit problemen hebt. Het is ook heel moeilijk om erop te rijmen. Dus ik heb er verder nooit problemen mee. Maar mijn vader, die had dat gek genoeg wel altijd. Want die heette ook Verrek. En die was vertegenwoordiger. Die reisde door het land. En die ontmoette dus regelmatig ook nieuwe klanten. En op een dag... was hij een magazijn binnengegaan, een kledingmagazijn. Hij zat in de fournituren. En dat was de eigenaar heette meneer De Dood. En er kwam dus het moment dat ze zich aan elkaar moesten voorstellen. De man zei De Dood, mijn vader zei Verrek. En hij werd eruit gegooid. Op het laatste nippertje kon hij zich nog net vastgrijpen aan een van de rek. En zijn het hele goede vrienden geworden, want het noodlot bindt.
Nou, toen ze inmiddels mijn vader een grote orde had geplaatst, reed hij blij naar huis. En toen werd hij aangehouden door de politie. En hij had hard gereden. En de politie zei, mag ik even uw naam? Mijn vader zei, verrek. De politieagent zei, Jan, deze doet lastig. Kom even helpen. Mijn vader zei, maar ik heet echt zo. En gaf zijn rijbewijs waarop de man zei, verrek, die kerel heet echt verrek. Maar dat zal mij nou nooit overkomen. De slotnoot in deze taalsymfonie is voor Milou Frenken. Een paar weken geleden stond mijn zusje te kijken naar het voetballen van haar zoon. Stond ze enthousiast te roepen langs de zijlijn van... Ja, goed zo, mooie bal! Ze dacht dat ze goed bezig was. Mis. Haar zoon van 11 keek haar na de wedstrijd de hele dag niet meer aan. Mam, je deed het weer. Je noemde me weer Tubertini. Mijn zus noemt haar zoon Tubertini. Al heel lang. Ja, in het echt heeft hij een hele stoere naam van 2 lettergrepen. Maar Tubertini werd gedoogd tot aan deze voetbalwedstrijd dus. Mijn zus heeft ook een dochter met een hele mooie naam. Maar die horen wij nooit, omdat mijn zus haar dochter consequent Blab noemt. Of Farbol. Of Gnierst. Of Broebab. Of kortweg Slochteren. En nu zitten wij al jaren aan onze respectievelijke verloofdes uit te leggen met wie ze in hemelsnaam aan het kerstdiner zitten. Nou kijk, dat is Drills. Daarnaast zit Struts. Dat is Lena Lul. Pieperelles. Sniefkop Harry. Tippy Toitoi. De Slikhaak. Piemel. Annie de Rooij. Purno. Hulardi. Tubertini. Trilpik. En Blab. Of nee, Slochteren. Maar ik heet geen Slochteren. Jawel, zo heet je wel. Wat moet je daar als presentator aan toevoegen? Maar ik ben verplicht nog mij ook tot de jury te wenden voor de eventuele bekers. Ik ga dat weer doen vanuit het midden. En ja, het gebeurt achter jullie rug, dus jullie zien het zelf ook niet. Maar Milou is uiteindelijk geëindigd op de U. Milou, mag ik jou een beker gaan uitreiken? Ja, jawel. Kom maar. Jawel, zeker. Ah, dat kleintje. Alsjeblieft. Ah, schattig. Je derde beker, en ja, je kan hem zo in je zak steken. De tweede, als ik het heel goed reken, UV, ja, dat is Roué, zilver. Ja. De V van Verveer, hè? De V van Verveer. De V van Verveer. Maar Marcel Werk heeft gewonnen. Ja, bedankt. Dank u, Marcel. Zet hem boven je bek. Ja. Dit was ta-ta-ta-taal. Ik heb geprobeerd mijn best te doen om deze drie onder controle te houden. Ze gaan de beker op hun bed zetten. Wij zijn, als het goed is, volgende week wel weer terug. IJs en Weder en Deo en Volente dienende. Tot dan.